Trips and Travel, de 12 provincies, maar we kijken natuurlijk ook verder buiten. Vorige week waren we in Sri Lanka en Patricia vertelde ons toen dat Sri Lanka letterlijk betekent schitterend eiland. En daarom ben ik blij dat we voor deze laatste aflevering nog een keer naar dat schitterende eiland teruggaan. Ja, als je Sri Lanka eigenlijk goed wil zien, dan moet je sowieso beginnen bijvoorbeeld aan de gouden stranden van Negombo even bijkomen. Je laat ze vertederen door de wezenolifantjes in Pinawela. En dan is een tocht naar de top van de Sigiriya-rots, dus de leeuwenrots, letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Dus dat zijn eigenlijk drie pijlers die je gezien moet hebben? Absoluut. En daarom gaan we naar die beelden nog eventjes kijken. Vorige week maakten we voor het eerst kennis met het prachtige Sri Lanka. Je zag Patricia olifanten wassen en ging ze op jeep safari. We vervolgen in deze aflevering onze reis door Sri Lanka. Patricia bezoekt de leeuwenrots van Sigiriya, het icoon van het land. Deze beroemde granieten rots van 200 meter is omringd door jungle. Via 1200 treden en de leeuwenpoort bereikt u de top. Deze bijzondere rots wordt ook wel liefkozend het achtste wereldwonder genoemd. Even uitrusten. Net een hele steile klim naar boven gemaakt. Als je hoogtevrees hebt, is het ook niet helemaal een feestje. Sommige stukken zijn echt heel erg steil. Smalle trappetjes. En het is erg warm, maar als je hier dan boven bent, dan word je echt wel heel erg getrakteerd op een prachtig uitzicht. Gewoon 50.000 hectare jungle om je heen. Ja, dat is prachtig. Is het allemaal waard om toch de hete en steile klim naar boven te maken. Beklim de rots in de vroege ochtend of namiddag, als het minder heet is. Een land kun je op diverse manieren ontdekken. Om er echt optimaal van te genieten en de prachtige natuur en steden op je in te laten werken, kun je ervoor kiezen om te gaan fietsen. Patricia ontdekt op deze wijze Polonnaruwa. Echt de beste borstlessen die je kan hebben na zo'n tochtje door Polonnaruwa. Je moet alleen wel een beetje uitkijken, want ik geloof dat de apen hem ook willen. Die houden ook voor kokosnoot. Dus ze hebben al een poging ondernomen. Dus ik ga snel verder met mijn kokosnootje. Polonnaruwa was de tweede hoofdstad van het oude Sri Lanka in de 11e eeuw. Deze prachtige boeddhistische ruïnestad ligt in de culturele driehoek van Sri Lanka. Bezoek vooral Galvihara, een groep van vier mooie Boeddha-beelden die het hoogtepunt vormen van de Singhalese rotskunst. En met deze prachtige beelden komt er een einde aan deze serie indrukwekkende reisbestemmingen van Trips and Travel. Ja, na zoveel cultuur en natuur wil je natuurlijk ook wel je reis afsluiten aan het strand. En dan kan je perfect in Sri Lanka. Ja, je wil natuurlijk wel uitgerust thuiskomen. Ja, heerlijk. Dat is wel de bedoeling. We hebben met jou 8 afleveringen hele mooie dingen gezien. Vooral ook hele mooie beelden. Klopt. We zijn eigenlijk natuurlijk begonnen in Thailand met bruisende Bangkok. Vervolgens zijn we in Amerika waar we de Grand Canyon hebben gezien. Een van de 7 wereldwonderen. In Indonesië hebben we mogen genieten van Bali met al zijn prachtige praal. En in Sri Lanka denk ik toch wel dat de Game Drive tot de verbeelding spreekt. Het waren in ieder geval toptips, als ik het zo even mag zeggen. Mag ik jou hartelijk danken? Jij ook, hartstikke bedankt. En Trips and Travel gaat niet alleen de 12 provincies in, maar we kijken dus ook ver daarbuiten. En op onze site, daar staat alles. tripsandtravel.tv